Het voordeel van fondsen, begrotingsfondsen, is dat je als Kamer meer controle kunt uitoefenen, ook meer meerjarig kunt sturen, programmeren. En dat ook het voorspelbaarheid biedt voor de markt. Omdat je weet van, hey, voor langere tijd gaat de overheid een commitment aan en gaat investeren in een groot, vaak fysiek project. En dat is de energietransitie in grotendeels. Toch lees ik tot mijn verbazing dat dit middel, waar de controle voor het parlement wordt verbeterd en ook de voorspelbaarheid voor de markt beter wordt en voor huishoudens ook, dat de NSC daar tegen is. Ze wil het klimaatfonds schrappen. En ik ben toch eigenlijk daar erg benieuwd naar waarom nou eigenlijk. Mevrouw Posma. Voor ons is het klimaatfonds, laten we zeggen, ik ben het echt eens met het feit dat je als overheid betrouwbaar moet zijn in je investeringen, in je doelen richting bedrijfsleven. Zeker in de energietransitie waar investeringen vaak meer dan 4 jaar, meer dan 10 jaar duren. Dus dat is één. Daar kan een fonds, maar ook een ander middel, een hulp voor zijn. Tegelijkertijd hebben we aan het begin gezien van het klimaatfonds dat de regels om daar geld uit te krijgen voor bedrijfsleven niet altijd goed omschreven waren. En waar mijn zorg echt bij zit, is doen we het juiste, doen we hetgene wat het meest efficiënt is, het meest optimaal is om naar die energietransitie toe te gaan, om dat CO2 te besparen. Ik heb een voorbeeld genoemd uit het verleden, maar dat soort dingen spelen echt wel mee. Van hoe zorg je er nou voor dat je je euro, want zoveel geld hebben we niet met z'n allen. Je kan je euro maar 1 keer uitgeven. Hoe zorg je ervoor dat dat goed gaat? Dank u wel. Vervolgvraag. Voorzitter, dat voorbeeld uit het verleden, dat ging om een fiscaal voorbeeld. Namelijk fiscale stimulering van stimulans van hybride, ook nog eens lelijke hybride auto's in die tijd. Maar dat terzijde. En juist de fiscale stimulering heeft inderdaad als groot nadeel dat je aan de voorkant niet weet hoeveel geld je derft eigenlijk, hoeveel inkomsten je derft. En dat is wie dus uiteindelijk de rekening betaalt. En dat zijn de anderen die dan wel de belasting betalen. Maar hier gaat het juist om een vooraf omschreven fonds met duidelijke doelen. Ieder jaar een fondsbegroting waar je als Kamer invloed kan hebben en ook kan zeggen, hé, dat project dat vind ik niet goed, dat amenderen we eruit. Dus je hebt maximaal invloed, je kunt maximaal voorspelbaar zijn en je weet ook aan de voorkant hoeveel budget je hebt. En dat kun je dan op de beste manier verdelen en ook zo efficiënt mogelijk. Dus ik wil het toch nog eens in over, we zijn hier ook om elkaar op, misschien wel eens op andere gedachten te brengen met argumenten. Ik geef het toch nog eens in overweging aan mijn collega. De vraag is wel, van als NSC tegen het klimaatfonds is, we hebben net 120 maatregelen afgesproken. Welke van de 120 zou ze dan willen schrappen? Ik hoef ze niet alle 120 te horen. Maar welke moeten er dan weg? Is dat isolatieprogramma van 4 miljard? Vooral voor huishoudens. Dank u wel, meneer Gerwis. Het was een vrij lange inleiding. Ik ga ze niet alle 120 noemen. Maar in ieder geval, ik ben wel benieuwd, wat moet er dan weg? Voorzitter, ik snap nou wel hoe je meer spreektijd krijgt dan die 4 minuten die ervoor staat. Dus dank voor de tip. Ja, ik ga ze niet alle 120 aflopen van wat moet weg en wat moet niet weg. Ik denk dat we allemaal gewoon moeten kijken van wat is nou efficiënt, wat kunnen we met z'n allen uitvoeren en waarmee zorgen we ervoor dat we Parijs halen.